it goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. Girl, you stood up. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag even geen livestream, maar we gaan lekker een video gooien. De reden is dat ik eigenlijk niet zoveel zin had om te streamen. En niet zoveel tijd, dus dat ik even snel een video tussendoor opnam. Want ik ga niet live voor een kwartiertje, dan ga ik gewoon live voor 2 uur of zo, maar daar had ik vandaag geen tijd voor. Anyway, Fortnite is flink veranderd. Daar links onderin met die busdriver, dat is een beetje vernukt. Maar Shifty Shaft is weg, dit zweeft helemaal. Dus ja, momenteel heb ik niet meer weg. Ja, misschien hier nog één. Ja, die omhoog plekjes, ik vind dat toch zo vervelend, jongen. Die zo zweven, de hele tijd zipline, je weet niet waar mensen zijn. Ik vind dat het de map een beetje verneukt, maar ja, we weten allemaal dat over een paar dagen, over een paar weken de hele map vliegt. Althans, bijna alle leuke plekjes. Dus ja. Anyway, we gaan voor de win, we hebben het koontje, dus als het goed is moet dat ook gewoon lukken. Nou, wapen. Nee, oké. Oh, hier is een lama. Nou ja, met alleen dit kan ik die lama sowieso niet openen. Dus ja. Hallo, corner, laat ik nou. Daar zijn we weer, lekker in het volgende plotje. Ik ga nog tilten dit keer, want ja, de crisis hier ligt een beetje ver van de bus af. Some people on the bike, is er maar niet in. Er zijn ook wel wat mensen. Maar ik heb nu in ieder geval een shotgun. Oh, en ik heb natuurlijk geen materials. Let's go. Wil maar van uit, ja, dat wel. Hier lukt deze lift eigenlijk ook wel. Doen we zo. Nee, dat is 1. All right.
Zo, het is 30 weken shot van mijn doosje. Zo, die hebben we ook. Ik weet dat Kaiser Pen de beste niet, maar dit was wel heel erg slecht. Ligt hier nog wat een shield krijgt. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Heb besloten, ik heb er zelfs twee. Oh. Van people over en van mij. Hoeveel minis zijn er? Zes, neem ik toch voor minis mee. Gaan we lekker 4 kills. We moeten even materials hebben. Even een bounty hebben, dan kan ik even ergens achteraan gaan. Is goed, gaan we daarmee. Some people have that's a what the fuck, waarom bouwt hij niet gewoon? Oh mijn god. Ja, ik laat jullie even zien hoe het hieruit ziet. Anyway, het is gewoon weer Halloween begint eraan te komen voor Fortnite.
En ik zag dus op Twitter voorbij komen dat Fortnightmares terugkomt. Nou, ik ken dat van Shadow Middles, die ik nu ook aan heb. Dat was mijn eerste Fortnightmares, maar ik wist niet dat dat er was. Dus ja, dat was wel leuk. Ik was zo aan het spelen. En ineens zit er zo'n zombie zo van... staat ineens voor en ineens, nou, ik schrok mij dood. Volgens mij schreeuwde ik half huis bij elkaar. Ik game ook nog wel eens met hard geluid. Dus ja, dat gebeurt dus bij mij. Hoor Dirk, dacht even, er komt nog iemand uit. Oh, dat kan dan niet. Dat vind ik dan wel weer jammer. Oh, kijk nou. Gewoon een goede loadout. Kijk, alles zweeft hier een beetje. Ja, dat vind ik nogal jammer. Goed pieken dan. Nee, dacht ik al. Nou, hij zit daar, maar oh, ik pak gewoon die rit, joh. Boeien. Weep. Anyway, Fortnightmares komt terug en zij hadden op Twitter gezet... This, the season of screams, bad dreams and all monstrous things. Fortnightmares returns October 18. Nou had ik dus verwacht, om heel eerlijk te zijn, dat... gisteren al zou komen, althans gisteren. Ik neem dit op woensdag 5 oktober. Dus ja, voor mij was dat dan gisteren. Toen ging de service 12 uur down of zo. En ik kwam terug, de halve map was veranderd. Dus ik dacht, nou dan zou Fortnite Mars er ook wel in zitten. Maar blijkbaar niet. En we kregen een vraag omdat wij moesten wachten of zo. Dus ja. Ik denk dat deze veranderingen al eerder hadden moeten komen of zo. En ik had de Fortnite Crew Pack. Dus ik kreeg ook nog twee achtergrondmuziekjes erbij. Nee, dat kan niet. Wat moet ik hier doen? We are searching for someone. And it is not you. Wat? We are looking and searching for someone, but it's not you. Oké, ik snap het even niet. Anyway, dat zijn van die challenges waarvan je 32.000 XP krijgt per keer of zo. Dat is echt veel. Maar ik snap het niet. Moet daar nou heen of zo? Wat moet ik hier doen? Dat E, en er is nog steeds zo'n uitroepteken. Huh? Fortnite is echt raar, man. Maar ja, Fortnite merk komt er dus aan. Nou ja, vorige keer schrok ik me dus dood. Ben benieuwd wat ze dit keer gaan doen. Komen de heksenstokken weer terug? Ja, dat soort dingen. Ik vond alleen, ja, ik had toen wel echt heel veel kills, maar dat je terugkomt als zombie, dat was leuk voor een paar dagen, maar volgens mij bleef dat echt 2 weken. En ja, dat vond ik dan wel weer veel. Dat je net iemand gekillt, ben je aan het healen, komt hij gelijk weer terug. Zoals zij dat dan noemde, take your revenge. No. Ja, het is vervelend als je gewoon in een fight zit en dan gaan zombies gaan over third party ofzo. Wat zit erin? Zo'n laptop, die wil ik eigenlijk wel.
85. Some would be alright, there's some money 85. Ja, ik heb er liefde maar goed gedaan, ik weet niet waarom. Maar er is nog wat veranderd, even kijken of we daar nog naartoe kunnen. Hier zo is het volgens mij. Ja, er is weer iets met de Stranger Things collapse of zo. Er is een samenwerking. Want ja, ik zal het wel even laten zien. 50 Cent is weg. Ja, ik vond 50 Cent op zich wel een chill plekje. Dat vind ik wel jammer. Maar ze hebben ook weer wat voor het terug in de plaats gedaan. Een hele grote villa. Nou, nee, dat mij denken aan het huis van Vecna of zo. Oh ja, doe maar zo. Ik moet weer 5 seconden komen wachten, maar ik zal jullie zo even laten zien. Kan ik daar iemand aanvliegen? Ja, het is nu een beetje een villa huis van Vecna. Ik ben er nog niet heel erg goed in, heb ik er nog niet in kunnen kijken. Maar kijk. Even dat je zo aan kunt lopen. Dan hier kom je zo aanlopen. Hier kan je naar binnen. Dit geeft mij wel een beetje Stranger Things vibe. Ja. De oud blijkbaar zie je nog niemand. Oh ik, ja, kijk, hier staat ook de klok. Ja, dit is gewoon een samenwerking. 99% zeker. Maar dat had ik nog niet helemaal goed gekeken. Maar ja, misschien gaan ze hier nog wat doen met Halloween, hè? Want Stranger Things past daar best wel goed bij. Wat gaan we dit huis... Ja, we gaan dit huis gewoon in hand steken. Het is allemaal hout, hier zo. Hele huis zetten we gewoon lekker in de fik. Maar ja, dat is veranderd en ja, nieuwe plekjes. Ja, hier zit ook wat, maar daar heb ik nog niet kunnen kijken. Hallo, zo mag ik hier niet op. Nou, ik had toch wel ietsje sneller in de fik gedacht om te gaan. Die is volledig van hout, maar dat valt blijkbaar wel mee. Anyway, zoals jullie allemaal zien, het ziet er hier griezelig uit. Boompjes. Duidelijk dat hier wel iets gaat gebeuren. Dan heb ik een plaatje, dat zal ik zo meteen ook wel even neerzetten. In de video. Maar ja, die hebben we dus gekregen. Nou, het deed me dan denken aan zo'n bamboe reclame of zo. Ik weet niet meer waarvan dat is. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Het ziet eruit dat we zulke dingen gaan krijgen. En die vind ik er niet eens zo heel erg uitzien. Wat kan ik hier krijgen? Nee, dat heb ik allemaal wel. Shadow trekken, die is nog wel nice. Maar ik hoef het allemaal niet. Hoeveel sleutels heb ik? 2. Oh. 2 hoef ik er nog steeds niet. Ik heb geschoten. What the fuck? Oké, nou. 18e.
toen we gekild hadden we eentje veranderd op een heel rustig plekje. Oh, die had ook Shadow Tracker. Oh, die was daar net geweest. Ja, die had me dan al een tijdje in het vizier. Anyway, bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken, duimpje omhoog. Ja, doe wat leuks. Waar zit die nou weer te doen? Niet zoveel dus. Verder zie je later wel weer. Ik ga van de week nog wel een keertje live. Joejoe.